Er is een traject uitgezet om iets te doen aan de constante stijging van de wisselkoers, benadrukte minister Silvano John-Ahin gisteren in gesprek met journalisten voor aanvang van de wekelijkse ministerraadsvergadering. John-Ahin, die waarneemt op het ministerie van Financiën en Planning, stelt dat er aan de zijde van de regering hard wordt gewerkt om verandering te brengen in de situatie. Nou, de kwestie van de wisselkoers, het traject is al uitgezet. We hebben, voordat minister Ahiber Singh met verlof ging, hebben we al goede afspraken gemaakt. Ik moet zeggen dat ik al zeker een week meeloop met minister Ahiber Singh om een aantal zaken te doen. En ik denk ook dat het bekend is dat er van de zijde van de regering dat er maatregelen zullen worden getroffen om de koers onder controle te krijgen. In eerste instantie is het stabiliseren van de koers en verantwoordelijkheid van de Centrale Bank van Suriname. We moeten de communicatie met de Centrale Bank van Suriname blijven behouden om ervoor te zorgen dat die koers in toom wordt gehouden. Het enige wat ik daarover kan zeggen is dat de overheid er alles aan zal doen dat die koers stabiel blijft. Er zijn een aantal maatregelen uitgezet. En we vertrouwen erop dat het effectief zal zijn. Voor de aanpak zullen er zowel aan de kant van de Centrale Bank van Suriname als bij het ministerie van Financiën en Planning maatregelen worden getroffen om schot in de zaak te brengen. Er zijn namelijk een heleboel inefficiënte zaken die van invloed zijn op de koersontwikkelingen. Nou, ik kan u zeggen, ik zelf vind dat er een aantal marktverstoringen zijn die ertoe leiden dat die koers op dit moment zeg maar bewegingen maakt die we niet te wenselijk achten. Ik denk dat er enorm veel inefficiënties zijn op de koersmarkt en dat er daar dus aangepakt moet worden. We zien dat er goed overleg moet komen met de cambio's. Er moet overleg komen met de banken. Dat is heel erg, dat is heel duidelijk dat er overleg moet komen. De overheid zal ervoor moeten zorgen dat wij op dit moment voorkomen dat er een enorme trigger plaatsvindt. Die koers die gedraagt zich heel gek. Als je het even triggert, heeft hij de neiging vanwege een stukje onzekerheid. Om een grote beweging te maken en fel te reageren. Het voorkomen van een wilde stijgingstrend kan onder andere door het beschikbaar stellen van middelen voor belangrijke importeurs van basisgoederen en oliehandelaren. John-Ahin merkt ook op dat hij niet van mening is dat er een schaarste is aan valuta in Suriname, maar dat andere factoren de oorzaak zijn van de koersstijging.